Goeiedag, kind van God. Dankie dat ik u op hierdie manier mag ontmoet met die opdracht om die blye boodskap van hoop en verlossing en die nieuwe leven aan u te bedien. Een mooi zondag toegebid met genoeg genade kracht vir die nieuwe week, sy dinge en program en agendas, zodat ons toch allemaal aan die einde van elke werksdag zal kan sê, my beker loop oor, omdat die Heere God ons nooit alleen laat of in die steek laat nie. Waar jy ook al inskakel, gegroet in die naam van Christus Jezus, die Koning van die Kerk, met vreugde te kan sê, dat dit ook een getuienis oor die hele wereld mag wees, dat die Montana Poort gemeente vroeger vandag woord en sakramentsbediening in een feestgeleentheid kon beleef. Brood en beker en die sakrament tot geloofsversterking, die tafel voor ons teestanders gedek. In persoon die Heere te loof vir die groot getal lidmate wat opgekom het na die bedehuis van ons Heere. Een of twee Montana Poort gemeentesake gekoppel aan vandagse nagmaal, die jakens, elk een van hulle met broeder Leon van der Walt as voorzitter en elkeen wat vanoggend die leiding geneem het by die bediening van die brood en wijn aan die lidmate. Maar, terug te tree na gister laatmiddag, vir elke Montana Poorter wat in groot getal gekom het, omdat die diakens ons voor die viering van die nagmaal met die liefde van ons Heere Jezus Christus wil bedien. Vir hoeveel lidmate dood gewoon in liefde een worsbroodjie in die hand kon gee, sonder om te sê, nou moet jy betaal. Kom koop, sonder geld. Kom haal. En alles wat ons aan die lidmate kon bied, is by wijze van skenkings in die hand van die diakens gegee. Wat een genade dat een mens die klein dingetjies mag ag en uit die grootsheid daarvan mag lewe. Ons betoon ons innige sympathie met broeder Hans Diedriks na die oorlede van sy vrou, suster Annikie. Die troostdiens is, as die Heere wil, maandag om 11:00 in die kerkgebou te Stefanweg. Mag die Heere troostwoorde aan ons allemaal bedien tot versterking van ons geloof. En dan een woord van hartelike geluk aan een echtpaar in die gemeente wat eersdaags hulle 50ste huweliksherdenking saam met die kinders gaan geniet. Martie en Gerard Boshoff, wat een voorbeeld. En inderdaad, 25 jaar gelede, by die herdenking van julle 25ste huweliksdag, pas nadat ons julle eindelijk vir dood aangegee het, lewend uit die Kongo in Afrika, kom terug verwelkom. Julle kuier by Buffelspoort in die dag en ook die naweek, mag dit een hartelike vreugde wees. Ons wens julle geluk.
En ek wat sê, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde geskaap het. Amen. Ons geloofsbelijdenis in digterstaal in die dag, blaai saam met my na Psalm 9, allerbekend, maar sê dit met my saam. Ek sal van ganser harte Heer, U wonders groot maak en U eer. Ek sing, ek bely, omdat ek in U bly is, aan wie my lofsang, my belydenis, toegewy is. Die hart van al wat U bely, sal in U naam standvastig bly, die wat U soek en stil vertroue, is by U veilig en behoue. En dan die Here se woord in my hand te neem, sonder om ooit die waarheid van Exodus 20, die wet van God te vergeet, nimmer, maar in Nuwe Testament in fokus, Matteus 22, toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swye opgelê het, het hulle by mekaar gekom, en een van hulle, een wetskenner, het vervolgens een vraag gestel om Jezus te toets. Meester, vraag hy, wat is die belangrikste gebod in die wet? En hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Het is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Amen, sê u en ek. En dan blaai ons in die 2020 Afrikaanse vertaling, waarvoor ons die Here dank, na Johannes 3, die eerste 8 verse. Daar was een man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nicodemus, een leier van die Jode. Hy het in die nacht na Jezus gekom en hom gesê, Rabbi, ons weet dat u een leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is. Jezus het hom geantwoord, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan toch nie een tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie? Jezus antwoord hom, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moet nie daarover verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jylle moet van bo gebore word nie. En dan op hierdie dag, Pinkstersondag 2023, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvan hy kom en waarin hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Wat is dit evangelie? Bedien die Here se woord aan u na aanleiding van Johannes 3 hoofstuk 8. Ag, ek sê so verkeerd, Johannes 3 vers 8. En die tekstema, die van bo geboorte. Johannes 3 vers 8. Ek het vir God die mooiste mooi en aller al onbekende Johannes 3. Nicodemus en Jezus in gesprek. Wat een voorreg, moes dit nie gewees het om so met Jezus te kon praat nie. En kyk een bykie, Nicodemus vra en Jezus antwoord alles behalwe direk. Dan kyk mooi, want Jezus het nie daarin belang gestel om die tekens en die wonders wat hy doen
te bespreken nie. Alles behalwe. Inteendeel. Jezus wil Nicodemus een vraag wat hij niet vraag nie beantwoord. Want Jezus is die kenner van die mensenhart. Vers 3. Onderstreep dit in die Bijbel baie belangrijk. Levensbelangrijk. Maak of breek in enige mense lewe. Want weet jy wat? Nicodemus wou eindelijk vraag, wanneer is een mens regtig een kind van die Here? Hy wou vraag, wanneer is een mens deel van die koninkryk van God? Of, as u wil, Nicodemus' vraag, wat hy nie vraag nie. Maar Jezus weet dit lewe sy hart. Wat moet een mens doen om zeker te wees, een mens gaan een dag hemel toe? En Jezus sê, vers 3, met groot nadruk, om die koninkryk van God te beërven, is een nieuwe geboorte wat van boe kom nodig. Vers 5, herhaal diezelfde waarheid, gaan lees gerus. Sonder die weergeboorte kan niemand die koninkryk van God zien of kan niemand in die koninkryk van God komen. Voorwaar, ik zeg voor jou, Nicodemus. En amen, amen. Sê Jezus in die dag, Pinksterdag 2023, voor ieder en elk van ons, ons moet opnieuw gebore word. Een tweede geboorte. Een nieuwe geboorte. Wat van boe kom, is nodig. Nou, kan ik zo vragen. Als je vandaag voor altijd die oe op hier die oude aarde toemaak, omdat het je stervens oomlik is, denk je. Zal u uw oë in die hemel oopmaak? Of anders gevraagd, is u, hoe zou u sê, een wedergebore kind van die Here? Waar gaan u oë na hierdie lewe oopmaak? Hoe lyk die lewe nou? Want dan nou, die Jode en dus Nicodemus het aanvaar en geglo, kinderlik geglo, dat hulle kragtens hulle natuurlijke geboorte aan die koninkryk van God behoort. Jezus sê, jy dit verkeerd, nee, nee, duisendmal nee, om aan die koninkryk te behoort, daarvoor is een ander, een nieuwe, een tweede geboorte nodig. Dit het Nicodemus tussen die oog geslaan, want hij was een vername man. Hij was een theoloog. Hy het Jode aan titel van die wet geken, uitgeleef. Hij was een netjiese man. Tweede geboorte is nodig. En hierdie opmerking van Jezus het om tussen die oog geslaan. En vir u? Ja, want die Johannes 3, gesprek van Jezus met Nicodemus sê, daar is een eerste geboorte, dus een fysieke levensbestaan begin. En dan is het tweede geboorte, die geestelike lewe. Een asemhaal lewe, op en af, ja, heen en weer, want ek is gebore.
maar ook een tweede geboorte. Die geestelijke leven. Zonder die tweede geboorte is een mens geestelijk dood en gaan een mens een verschrikkelijke eeuwige dood tegemoet. Die punt is, en dit leer Jezus, een fysieke mens kan niet een geestelijke mens voortbrengen. Mag ik het herhaal? Een fysieke mens kan niet een geestelijke mens voortbrengen. Nou, wie kan dit doen? Net die Heilige Geest kan dit doen. En kijk nou mooi, om die werk van die Heilige Geest in die weergeboorte te verduidelijken, gebruikt Jezus een beeld, namelijk die van wind. Johannes 3, vers 8. En vier dingen van die wind. Kortliks, een, die wind waai waar hij wil, dis een geheimenis. Hij waai bety mense raak en hij waai bety mense mis. Daar is een uitverkiesing en een verwerping. Die wind waai waar hij wil, een geheimenis. Je weet niet waar die wind vandaan komt nie, dis een raaisel. Dat de oudstikkende mens, soos u en ek, raak gewaai word. Sy raaisel. Die derde ding, jy weet nie waar die wind heen gaan nie. Een mens weet nie waar die pad van die wind heen gaan nie, waar die pad van die lewe lei nie. Maar in die vierde plek, jy hoor die windse geluid, daar is geen twyfel nie. Wat wil Jezus sê? Hy wil sê, jy sien die windse werke, die werke van die wind. Die boomtoppe hou dit op, as die wind waai. Niemand vra, hoekom waai die boomtoppe daar hoog bo, heen en weer nie. Dis die wind, jy kan het sien. Die gety aan die seekant. Die golwe al groter en groter, dis die wind, jy kan die werke van die wind sien. In die ver dorre streke van ons land, as die wind waai, kom die diere na die krib toe, want die windpompwiel draai en bring die water diep uit die aarde. Met andere woorden, wat Jezus sê is, die Heilige Gees werk onsigbaar, maar die resultaat van sy werk is duidelijk, sonder enige twyfel sigbaar, in die lewe van 'n opnuut gebore mens. En u, en u, net maar te sê, waai deur my, waai deur my, o Heilige Gees, kom waai deur my, dan alleen kan ek doen wat u vra, dan alleen kan ek nietig mensie vrugte dra, liefde, nederigheid, bedagsaamheid, sigbaar, soos die boomtoppe, sigbaar deur die wind, heen en weer beweeg word. Heilige Gees, vul my nou, ek wil totaal op die leiding vertrou,
trouw. Heilige Gees, neem my in beheer met die oorvloed en die krag, meer en meer. Sonder die volheid wil ek nie leef nie, o Heilige Gees, waai deur my, laat my oorloop van die volheid. O Heilige Gees, kom waai deur my. Hoor ek u so sê, Pinksterdag hierdie jaar, hoor ek u so sing, Kind van God, die wonder van die weergeboorte uit genade. Amen. Kom ons dank sê. Ons Vader, ons loof U daarvoor dat U met ons bezig is, dat U hierdie Sondag aan elkeen van ons aangee as die dag aan U toegewy. Die dag om tot rus te kom. Nie op en af te jaag nie. Nie golf te speel nie. Nie inkopies te doen nie. Maar aan die voete te wees. O Heilige Gees, waai deur ons elkeen. Dink aan ons blydskap en in treurdae. Dankie dat U ons tegemoet kom. Dat U ons bedien in U waarheid en met U waarheid. Verhoor ons, Here, en skeld ons skuld ons kwyt in die naam van Hom wat eens op hierdie aarde gesê het, ek gaan na my Vader toe, maar ek laat julle nie as weeskinders agter nie. Ek sal 'n ander trooster stuur om vir ewig by julle te wees. Dankie daarvoor, Here. As ons U aanroep, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Soos altyd sê ek, uit my hart ek groet U, want ek weet, as die Here wil, is daar nog 'n geleentheid. En ek sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen, met u almal wees. Amen.